Oh guys, Job hier, ik ben het Tuber. Super nice dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag, jongens en meisjes, heb ik voor jullie een video waarin ik ga kijken naar de raarste huizen ooit. Iedereen, tenminste, ik neem aan, de meeste mensen hebben een huis. En elk huis ziet er natuurlijk weer anders uit. Van binnen en van buiten. Tenminste, soms heb je natuurlijk in een wijk meerdere huizen staan die er hetzelfde uitzien. Maar over het algemeen gezien is elke huis wel wat anders. Je hebt die rijtjeshuizen, je hebt een fucking flat. Je hebt fucking grote huizen. Je hebt dus villa's, je hebt appartementen, je hebt bungalows, je hebt caravans. Wat misschien niet echt huizen te noemen zijn, maar even om het samen te vatten. Je hebt vele verschillende soorten huizen. Mij leek het een leuk idee om een video te gaan maken over de raarste huizen op deze aarde. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er een hele hoop huizen zijn waarvan jij gaat denken, what the fuck? Daar wil ik vandaag naar gaan kijken. Dus jongens en meisjes, doe een dikke vette like op deze video als jullie meer top 10, top 20 of eigenlijk gewoon lijstjes willen waarin ik rare of grappige dingen ga bekijken. En shout-out naar Team Dutchuber. Laten we gaan beginnen. Op nummer 1 heb ik hier een foto gevonden van een huis. En wat ik zo vet vind aan dit huis is alsof het lijkt dat het huis zeg maar explodeert. Zeg maar hier lijkt het alsof er een soort van, ja, ik kan het niet echt goed laten zien, maar waar die mensen zeg maar inlopen, het lijkt alsof er een soort van bom is ontploft, waardoor je al die planken zeg maar een soort van gesplijten ziet worden. Maar in realiteit is dat gewoon letterlijk de ingang van het huis. En ik vind dat er op zich best wel vet uitzien. Het heeft wel een soort van kunstachtig iets of zo. Ik ben niet echt een kunstspecialist, maar ik vind het best cool. Ik vind het best cool. De volgende, dat is een beetje een apart huis. Het is een soort van hut eigenlijk meer. Ik weet niet of je het echt een huis zou kunnen noemen. Het lijkt een beetje op zeg maar zo'n ding wat je in het bos zou kunnen vinden. Waar gewoon een random guy woont omdat hij het gewoon, ja, chill vindt om in de natuur te wonen, I guess. Ik zou eigenlijk niet weten hoe ik het anders moet vertellen. Het ziet er in ieder geval super cool uit. Het is op zich een best wel episch huis, I guess. Het is een soort van, het lijkt me alsof het is gemaakt van gewoon allemaal spullen die hij in het bos heeft gevonden of zo. Een soort van vuilnisbelthuis. Geen belediging naar de maker van het huis, maar een beetje apart. De volgende, dat is de famous One Log House. En wat dit eigenlijk is, en dat vind ik wel super vet, het is eigenlijk een super, super, super grote boom die om is gevallen. En toen de boom is omgevallen, hebben ze hem eigenlijk gewoon helemaal uitgehold. Waardoor je dus eigenlijk alleen nog maar het harde gedeelte, oftewel de buitenkant van de boom hebt. En daarbinnen hebben ze dus een soort van, ja, je zou wel kunnen zeggen, een soort van huis gebouwd. En ik vind hem er cool uitzien. Het lijkt me eigenlijk best wel cool om te kunnen zeggen dat je in een fucking boom woont. Zonder dat je een rups of, ja, fucking eekhoorn bent. Ik bedoel, het is niet echt heel toepasselijk voor een mens om in een boom te wonen. Maar wanneer dit jouw huis is, dan kun je gewoon zeggen, yo, mijn naam is Dutchuber. In mijn geval dan. En ik woon in een boom. Ik bedoel, waarom niet? De volgende is ook heel cool. Beetje klein plaatje, maar het is eigenlijk gewoon een soort van UFO. Dus je kunt dan gewoon zeggen dat je in een UFO woont. Wat hebben we hier? Oh, dit zijn allemaal hele kleine plaatjes, man. Holy fucking shit. Wow! Dit is fucking vet. Dit is gewoon letterlijk een huis in de vorm van een hond. Dus als je een hondenmens bent, dan denk ik dat je met dit huis ongelooflijk blij zou zijn. Ik moet wel zeggen, het is geloof ik wel een klein huis. Want als ik namelijk zo kijk, staat hier een meisje. En dat meisje is op zich niet heel erg klein vergeleken met dat huis. Dus het is op zich wel een klein huis, denk ik. Dit zou hier dan waarschijnlijk wel de schuur zijn. Maar het ziet er wel cool uit. Hier hebben we een soort van bootachtig huis. Ik zou niet zo goed kunnen zeggen wat het is. Het valt me wel op dat al deze gekke huizen een beetje in the middle of nowhere staan. Hier hebben we een theehuis. Het is gewoon letterlijk een theekop. En dat is gewoon iets waar je dus schijnbaar in kunt lopen. En waar je dan waarschijnlijk in zou kunnen slapen. Wel een klein huisje daarentegen. Maar weet je wat het is met huizen? Ik ben persoonlijk ervan overtuigd dat een huis niet groot hoeft te zijn. Wil het er gezellig zijn. Sterker nog, ik moet zeggen, meestal zijn kleinere huisjes of kleinere kamers zijn altijd wel gezellig. Helemaal als je het zeg maar een beetje aanpast aan jouw stijl. Hè? Dus dat je gewoon een beetje de inrichting doet van hoe het bij jou past. Dan ja, heb je wel een leuk huis, denk ik. Hier hebben wij een een vliegtuighuis. What the fuck? Dat is wel raar eigenlijk als je er zo over nadenkt. Dit is dus eigenlijk gewoon een echt vliegtuig waar ze gedeeltelijk een huis in, op en aan vast hebben gebouwd. Ik zie hier ook een soort van trap die erin loopt. Dat je ook echt in het vliegtuig kunt komen. En dat is dan schijnbaar jouw huis. Wel cool als je kunt zeggen dat je in een fucking vliegtuig woont. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Wow, dit is een heel erg raar huis. En waarom is dit een raar huis? Omdat dit namelijk letterlijk een huis is wat op de kop staat. En ja, dat is dus schijnbaar hoe dit zit. Het is een huis wat op de kop staat. Je kunt er naar binnen lopen. Ziet er wel cool uit. Ik weet eigenlijk niet waarom je zou wonen in een huis wat op de kop staat. Maar het ziet er wel, ja, episch uit. Ik bedoel, het lijkt alsof gewoon het huis gewoon wop op de kop is gezet. En dat je dan alsnog er gewoon in kunt wonen. Wel cool als je het mij vraagt. Zeker weten. De volgende, dat is, wow, deze ziet er echt ongelooflijk onstabiel uit. Het lijkt zelfs een beetje alsof die zweeft of zo. What the fuck? Hier hebben wij een soort, wow, dit is echt een beetje een glazen huis of zo. Ik ben één keer in het glazen huis geweest in Heerlen. Dat is inmiddels wel 2 jaar geleden of zo. Maar dan moet ik gelijk aan denken wanneer ik dit zie. Het glazen huis is op zich best wel cool. Maar, oké, pretty epic. Wat hebben we hier?
Wow, dit lijkt wel een beetje op een soort van toekomst alien huis of zo. I don't know. Hoe de fuck zou je het anders willen verwoorden? Het ziet er in ieder geval wel cool uit. De volgende. Dat is een samenstelling van drie huizen, lijkt het wel. Ik zie hier een groen huis. Ik zie hier een geel huis. En hier in het midden zie ik een soort van de ingang. Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe je het zou moeten verwoorden. Het is een beetje apart en het is wel cool tegelijkertijd. Ik bedoel, het ziet er wel cool uit. Maar wat het exact is, ik heb eigenlijk geen idee. Wat hebben we hier? Hier hebben we een huis en het lijkt alsof er een fucking haai door het huis heen is gevallen. Ik bedoel, ik weet niet eens of dat wel... Ja, het lijkt een beetje op een rijtjeshuis. Dus het lijkt me sterk dat je daar dan gewoon een haai in het plafond mag bouwen. Want meestal zijn rijtjeshuizen zijn huurhuizen. En ja, in huurhuizen mag je natuurlijk niet zomaar een fucking haai in het plafond duwen. Dat lijkt me niet echt heel toepasselijk, to be honest. Maar het ziet er wel cool uit. Het ziet er wel cool uit. Hier hebben we weer een huis wat een soort van op de kop staat. En ik vind het zo raar. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je hier dan gewoon naar binnen loopt. Dat het gewoon echt daadwerkelijk een normaal huis is. Ik bedoel, een huis wat op de kop staat. Like, what the fuck? Sinds wanneer is dat een ding? Dat je gaat wonen in een huis wat op de kop staat. Hier weer. What? Het is wel cool. Ik vind het er wel cool uitzien. Ik moet zeggen, het heeft wel wat. Alleen, zoals die auto staat op de kop. Hoe de fuck hebben ze dat gedaan? Dat vraag ik me legit af. Hoe hebben ze die auto op de kop gekregen? What the fuck? Volgende. Dit is een soort van huis dat op het water staat. Doet me een beetje denken aan een woonboot. Ik moet zeggen, ik zou persoonlijk best wel heel graag op in een woonboot willen wonen. Waarom? Omdat, ik weet niet, het is gewoon cool. Je slaapt op het water. Ik bedoel, fok een waterbed. Gewoon je hele huis staat gewoon op het water. Hoe cool is dat? Laten we even eerlijk zijn, dat is toch gewoon gruwelijk. Ik weet niet waarom ik het cool vind, maar ik vind het cool. De volgende, wat hebben we hier? Hier hebben wij een schoen. Als je houdt van schoenen, als je houdt van Nikes, als je houdt van Jordans, van Louboutin, dan kun jij dit huis nemen. Dan heb je een schoenhuis, waarom niet? Hier hebben wij wederom een combinatie van een huis en een vliegtuig. Dat lijkt tenminste zo. Dit is echt een beetje een soort van penthouse. Het is echt een beetje een villa-achtig iets. Ik moet zeggen, als je hierin woont, kun je wel zeggen dat je een mooi huis hebt. Het ziet er ook best wel cool uit, to be honest. Ik weet niet. Als ik van al deze huizen zou moeten zeggen welke ik het coolst vind, zou ik toch wel denk ik gaan voor het vliegtuighuis. Niet deze, maar die vorige die ik heb. Ik bedoel, dan kun je gewoon zeggen, yo man, mijn naam is DutchTuber en ik woon in een vliegtuig. Hoe cool is dat? Best wel gruwelijk als je naar mij vraagt. Wow, een alienhuis. What? Deze vind ik cool. Deze vind ik cool. Deze vind ik oprecht. Deze vind ik wel, ja, deze vind ik gruwelijk. Dit is echt een fucking alienhuis. Hoe episch is dat? Ook gewoon wat hier een alien op een fucking flamingo staat aan de voorkant. Wow, dit is een groot huis, jongens. Gewoon met allemaal vliegtuigen erbij. Dan ben je echt heel rijk. Dit is echt een huis die je gewoon moet kopen wanneer je dronken bent. Ik bedoel, je zou bijna zeggen wanneer je dronken bent dat je waarschijnlijk gewoon een normaal huis ziet dat gewoon een beetje in de war is omdat je dronken bent. Maar dit is gewoon letterlijk een real life dronken huis. Hier hebben wij een barrel. En een barrel dat is eigenlijk gewoon een soort van ton. Een ton is gewoon een, ja, een fucking kist of zo. I don't know hoe je het anders zou moeten zeggen. En daar kun je dus in wonen. Best wel cool. Oh hier, dit heb ik wel eens een keer gehoord. Ja, dit zijn de kleinste huisjes ooit. Die staan allemaal op een grasveld. En dat zijn eigenlijk een soort van kleine glazen kooitjes. Oh, deze ziet er ook wel cool uit. Wauw. Dit is gewoon echt een huis in the middle of nowhere. Stel voor je dat je dan wifi kunt fixen, dan ben je gewoon echt een beast. Als je dan verbinding kunt maken met de satelliet, dan lijkt me wel cool. Ik heb wel eens een keer gezien dat mensen in een iglo woonden. En dan kun je zeg maar naar boven kijken en dan heb je het super lekker warm in die iglo. Terwijl buiten bijvoorbeeld echt onder het sneeuw ligt. Dan heb je echt zo'n chill, knus gevoel als je dan binnen bent, weet je. Want dan denk je van, oh, lekker warm hier binnen en buiten zie je dan gewoon een pak sneeuw liggen. Misschien dat ik daar wel een keer een video over maak, gewoon van iglo huizen. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat zo cool, weet je wel. Dat je dan gewoon in een iglo gewoon echt een soort van een ingerichte iglo. Dus van binnen ziet het eruit als een huis, maar van buiten als een iglo. Dat is best cool. Dit is echt een beetje een Hello Kitty huis. What the fuck? Deze guy die heeft gewoon van een vuilniscontainer heeft hier gewoon een mini bar aan vastgemaakt. En dan heeft hij gewoon een huis ervan gemaakt. What the fuck? Wow. Dit is echt een soort van Flintstone huis of zo. Met gewoon een zwembad. What? Dat is fucking gruwelijk. En deze dan. Een autohuis. Damn son. Dat is cool. En hier hebben we een vis. Een mega vis waar je in kunt wonen. Wie wil dat nou niet? Wie wil er nou niet in een mega vis wonen? Wow. Wow, dit is epic. Dit lijkt bijna gewoon iets in Minecraft gewoon. Het ziet er bijna gewoon onrealistisch uit, zo cool als het is. Dit lijkt een beetje weer een huis die dronken is of zo. Helemaal, gaat alle kanten op of zo. I don't know hoe je het anders zou moeten zeggen. Fucking raar. En dan hebben we deze. Dit is echt een beetje een Flintstone huis. Kennen jullie de Flintstones nog? Ik keek dat vroeger altijd, man. Ik vond dat echt fantastisch. Deze ziet er ook wel heel cool uit. Best wel vet al die verschillende soorten huizen. Hier weer eentje, op het water. Doet me een beetje denken aan de game Raft die ik op mijn YouTube kanaal speel. Awesome. Oh, deze lijkt me bijna eng. Dit is niet echt een huis eigenlijk, maar
ja, soort van misschien. Misschien als je er een bed in zet dat het een huis is. Wanneer is iets een huis? Ik denk als er een bed en een keuken en zo in zit. Nevertheless, dit waren de raarste huizen op aarde. Laat in de comments weten in welke van deze rare huizen jullie graag zouden willen wonen. Het was je voor de tuber. Ik wil jullie nog even bedanken voor de support van de afgelopen tijd. Ik ben jullie er hartstikke dankbaar voor. Dus shout-out naar jullie allemaal. Ik hou van jullie. En ik wil jullie dus gewoon even bedanken voor de support. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Laat in de comments weten of jullie meer top 10 lijstjes willen. En tot de volgende keer. Adios.